Silke Leijnen, je bent even terug van weg geweest, want je was een tijdje geblesseerd, denk ik. Hoe loopt het hier voor jou bij Anderlecht? Klopt, in de voorbereiding heb ik een beetje kwaaltjes gehad. Ik ben blij dat ik nu hier ben. De groep heeft mij goed opgevangen. Mm-hmm. Het trainingsniveau ligt toch wel iets hoger dan vorig jaar, dus ik ben blij dat ik hier mag meedoen. Ja, vandaag was het tegen je ex-club, de Genk Ladies. Iets speciaal voor jou? Het doet gewoon deugd dat ik heb kunnen spelen, dat we die match hebben kunnen winnen. En ja, het voelt gewoon heel fijn om bij Anderlecht te zijn. Ja, je hebt ook een paar keer in de voorbereiding van de doelpunten kunnen aanwezig zijn met de assist en zo. Dat moet deugd doen, hè, voor jou? Ja, tuurlijk. Het is fijn als je een assist kunt geven. Maar het belangrijkste is denk ik wat we als ploeg neerzetten. En dat we echt als team die overwinning kunnen pakken. Ja. Jullie hebben de komende weken een paar moeilijke tegenstanders. Agent komt eraan voor jullie. En dan ook Europees tegen Benfica. Hoe kijk je daar naar uit? Klopt, de wedstrijden volgen voor ons elkaar nu kort op. Maar ja, ik denk dat we fris genoeg zijn om daar rekening mee te houden. En gewoon iedere match er terug staan en ons best doen. En dan komt dat wel in orde, hopelijk. Oké, ik dank je en veel succes nog bij Anderlecht. Dankjewel.